Wat een strijd van de Alliantie, ben ik Rick en welkom bij de aflevering van Road 96. Ik zal ze maar eens eventjes door de lijst heen scrollen met original soundtracks, de OST's. Ja, dit blijft een goede soundtrack ook. Voornamelijk, ik vind dit nummer zo goed, The Road. Maar zo zit dat eigenlijk met heel veel nummers in deze game, moet ik heel erg zeggen. De vorige aflevering hebben wij even met Jared gesproken en twee auto's gestolen. Nu gaan we verder. Ik verwacht hier stand match. Ah. Helaas had er niks bijzonders in. Ik vind alleen wel dat de sensitivity van mijn muisbeweging zwaar gaat. Waarom zou ik de car hide and walken? Oké. Waarschijnlijk heb ik alle sidequests of alle quests met een auto gedaan. Er zijn nu geen opties meer om het verhaal verder te voortzetten met de auto. Maar ik denk wel dat het bij Road 96 is. Dat betekent dat het de laatste Road 96 is waar we naartoe kunnen, waar we kunnen zijn. Yep, old pro. Ik ben zo, volgens mij hebben we nu niks meer. Volgens mij is het letterlijk de laatste keer. En daarmee ook de laatste. Ik denk dat we dan de laatste aflevering in gaan. Ik heb alleen heel laat gekend, ben ik voor. Zo hebben we eigenlijk alleen maar. Kijk eens hoeveel. Holy shit. Hoppa. What the fuck is dit? Die stenen zijn gedestroyed. Fuck me. Ik weet niet wat hier gaat gebeuren, maar ik word hier niet blij van. Oh, politie. You're under arrest. Okay. What the shit? Ben je gearresteerd? Near the border. They brought you in last night. Okay. They beat you. That's why. But it should come back soon. No, there are other cells here. Guys, say hello! Hey! I hid in a truck, but... Ah, that's the first guy. De eerste guy waar ik mij playde. I just want to get it over with. Getting transferred to the pits. Well, you know, that's where crosses end up, isn't it? Okay. We weten eigenlijk helemaal niks over de pits eigenlijk. Get your hands off me! Your friend's been chosen for a new treatment. We'll turn him into a good teenager yet. Okay, what the hell? Ik weet nog, dan zeg ik, we horen veel over de pit, zeg maar. Maar wat het daar precies is, geen idee. Wake up! You're being transferred to the pit. Now get up! Okay. Demon-
demonstrations. It's election day, and scum like you want to make trouble. We need to go. Now time to get you in the truck. Okay. Dat zijn mijn andere guys, denk ik. They fried him, man. I don't know if he can talk now. Dit zijn mijn andere guys die gecaptured zijn, denk ik. Dat is fucking shit. Sorry, jongens. Big John, did you see Alex? You saw Alex? Where is he? At the wall. Kid, come with me. I gotta find someone. Okay, let's go. So. This way, young blood. Let's go, let's go. With Alex happen. There's an opening up here. That's Alex. Alex! What are you doing? Is je nou steeds een bom aan maken? John! It's not what you think! Robert got someone to make the bomb using my blueprints! Holy fuck. I tried to disarm it, but it's not working! Robert must have changed the code. Dude is a straight up a-hole. He probably used a code you wouldn't know. Okay. 1919, the brigade radio frequency. In 1986, they seem the most logical. I have an idea. Youngblood, try 6682. Yes. You sure? Yes. It worked! But how'd you know? That was the code of the first bomb. Your birthday. First bomb? My birthday? Your mom and dad, Alex. Naomi and Steven. They built it and used the most important day of their lives as the code. Ah. We were gonna use it, but there was a problem at the last moment. That's when Connie and I tried to take Tyrak out in the truck. We'd worked too hard to come up empty-handed, but we missed, and Tyrak detonated the explosives on the peak. And my parents were killed. Yes, and Connie. And so many others that day. Why didn't you tell me this sooner, John? Omdat het de last volgende hebben. Radicalize you. Push you to build the bomb. And I didn't want you to hate me. Hate you? If I had killed Tyrak, your parents would still be alive. They made their choices, Mr. Yu. They put themselves in that position. That's not on you. Thanks for saying that, kid. Now come on, let's. Oh, Fanny. Don't move. Hands up and turn around, slowly. Hands up, I said. And that is Mama Bear. Mom, don't shoot, Alex. Your mom's a cop. Get out of here, Alex. That voice. Wait, Papa Bear? No. You know each other? Misschien. Yeah. Turns out I've been chatting on the CB with the very person I was after. Well, it's not great for me either. The woman I love being a cop and everything. Love. Ha! Love. Ha! Don't make me laugh. Listen, I'm sorry I stood you up. I chickened out. You think I care about that now? My mom and Mr. Ursus? We're gonna go on a date?
My mind is gonna explode. Alex, I told you, get out of here! Listen to your mom. So, how do you know each other again? I did some work for the brigades, for info on my bio parents. John knew them. Yeah, right. It's the truth. My girlfriend and I were friends with Alex's parents. Your girlfriend? She died in 86. I've been trying to protect Alex. You gotta believe me. It's true, Mom. John wasn't using me. And he was trying to protect me. Look, I screwed up. I became a part of something that turned bad. Not a day goes by that I don't regret it. But I'm a different person now. I want to be with you. I'm a cop, and you're a wanted criminal. Forgive me, but I don't see how that could work. Mom, look around. Things are happening. Change is happening. Give John another chance. He screwed up, but we all make mistakes. You, for instance. Me? Yeah, I mean, come on, Mom. You know what Tyrek is doing to teens. I do. Yes. You really want to keep working for a government that does that? No. I haven't wanted to do my job for a long time now. But I did it for you. Nou, well, stop you die fucking gun weg. No, please. Red Papa Bear. Ga trouwen, get the fuck out. Hey, het is niet zo moeilijk. Ik vraag me af wat voor impact het heeft gehad, wat voor keuzes ik heb gemaakt. We can cross together. There's nothing keeping us here. We can leave. Mom. What do you think? Kid, you can come if you want. Yay! Ik mag ook mee. The guards on the other side of the wall have broken through and are now fighting the border forces with the brigades. Could this be it? Is the revolution really happening? Okay. Join the fight, escape. Ja, jongens, cheers. Doei! Ik ga voor John aan. En Fanny en Alex. Stijl en merch! Now might be a good time to go, sir. Hey, Joey. Fire at will. Sir? Do it. Shall we do it? Heb je serieus een van mijn kaartjes opgeofferd om zoiets te saven en gaat zoiets doen? That started that day spread to most of Petria, ensuring a fair democratic election. Okay. Floris won by a landslide and promised to repeal much of what Tyrek had done. Okay. Tyrek was arrested and tried for his crimes. The iron pits were closed. And the wall came down as well. Though it's far too early to tell what the future of my country holds, for the first time in many years, there is hope. And that, at the very least, is a good place to start. There we go. There we go. Dat is hem. Oh ja, de game is voorbij.
De game is eindelijk voorbij. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze serie. Road 96. Ja, het is een game waar ik met gemixte gevoelens naar terugkijk als ik hem zie hoe ik hem heb gespeeld. Laat ik zeggen, aan het begin voelde ik hem nog niet zo. Ik had zoiets van, wat ik al meerdere keren heb gezegd, het gevoel dat de game te politiek georiënteerd was. En niet zozeer gericht was op fun. Het was meer gericht op het verspreiden van de message, zeg maar. En op zich heb ik daar niet zo heel veel moeite mee. Veel van mijn favoriete games zijn gericht op het verspreiden van een message. Ik hou van verhalen in de games. Alleen op een of andere manier is het toch iets wat bij mij aan het begin niet echt klikte. Ik wist ook niet zo heel goed wat ik aan het doen was. De game dropt je eigenlijk heel snel al in de wereld. En eigenlijk zonder heel veel tips en informatie moet je maar wat gaan doen. Dus vandaar samen met het stukje wat ik zeg, het onduidelijke en iets politiek georiënteerde, was ik eerst heel erg sceptisch. Ik had na een paar afleveringen zoiets van oké, wat de fuck gaat dit zijn? Maar na ongeveer de helft van de game gespeeld te hebben, kikte het wat meer into gear en voelde het alsof het politieke stukje iets meer backseat nam en we iets meer leerden over de characters waar we mee speelden. En toen begon het langzaam maar zeker wat meer te dagen. Eigenlijk vanaf het moment dat Jared helemaal tetter loco was. Dan had ik op een gegeven moment zoiets van, oké, wat gebeurt hier, zeg maar. En dan op een gegeven moment weet je ook een beetje hoe de game, zeg maar, speelt. En wat je precies moet doen. En wat er van je verwacht wordt. En dan is de game wel echt een stuk meer fun. Dus in dat opzicht, is het een van mijn favoriete games ooit gemaakt? Nee. Daar kan ik redelijk kort over zijn. Is het een slechte game? Ook niet. Is het een game, gemiddeld gezien op mijn kanaal, is het wel een game die valt aan de goede kant van de games die ik heb gespeeld. Dus dat is op zich wel goed. Ik wil ooit eens een keer, als ik 100 abonnees heb, bijvoorbeeld een tierlist gaan maken van alle games die ik heb gespeeld op mijn kanaal tot nu toe. En dan ranken van hoe goed de game is. Niet hoe goed de let's play is, maar hoe de game is. Het is in deze geval zeker, ik denk dat deze wel een goede 7. Goede 7. Hou je van verhalende games? Zou ik opteren om een andere game te pakken? Er zijn wat mij betreft wel betere games in dit genre. Maar mocht je nou bijvoorbeeld de artstijl heel interessant vinden, die heel anders is dan wat we hebben gezien bij andere games, dan kan je uiteraard besluiten om deze game top te gaan halen. Want nogmaals, de game is niet slecht. Ik denk dat er wel betere games zijn. Die zijn zeker slechte games. Met dat gezegd te hebben, wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze serie. Like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe serie op mijn kanaal. Even kijken wat de game nog te zeggen heeft voor ons. Helemaal niks. New Game Plus is wat we kunnen spelen. Misschien dat we dan nog iets meer storygerichte dingen zouden kunnen zien, maar dat is voor een andere Let's Player op YouTube. Nogmaals, bedankt voor het kijken, like, abonneer, reageer en deel met je vrienden. En hoop ik jullie de volgende keer weer terug te zien bij een nieuwe serie op mijn kanaal. See ya!